Voor de tweede keer noemen de kenner van de basisschool De Poolstar in Eelse deel aan het zwerfvuilprogramma. Trashwasher van RWM. Tijdens dit educatieproject leren de kenner van groep 4 en 5 alles over het zwerfafval. Wat dat betekent voor hun leefomgeving en wat ze er allemaal zelf aan kunnen doen. We zijn op de Poolstar een groepje 5. Die zijn bezig met het project Trash Project. Ik heb hier staan Paola. Paola, in welke hoedanigheid ben je hier? Ik werk als gastdocent voor NME Atelier. En wij geven gastlessen rondom zwerfafval. En recyclen van afval, scheiden van afval. En dat is ontwikkeld in samenwerking met RWM. Ja. Waarvan je nog twee kanten dicht hebt. En we hebben dadelijk bij alle pakken de bovenkant en de onderkant open nodig. Dus je ziet hier lijnen lopen. Daar een lijn en hier een lijn. Die is hier een beetje scheef, maar die mag je recht denken. Dus je gaat hier zo het afknippen en hier het ook recht afknippen. Laat maar gaan. Ik zeg, het is voor mij de eerste school in de gemeente Stijn waar ik kom. Er is ook een project voor groep 7 en 8. Dat heet Arthur Globetrotser. En het zou kunnen zijn dat mijn collega daarvoor wel ook al hier is geweest. Mm-hmm. In de papierbak. Ja, maak maar eens een plek waar je papier... daar papier, heel goed. En wie dan? Kraai. Wat heb jij bij je? Wat houdt het project precies in? We proberen kinderen bewust te maken van wat zwerfafval is. Dat wij mensen zorgen voor zwerfafval. Dat de natuur zelf geen afval produceert en hoe de natuur dan wel met haar afval omgaat. En hoe wij als mens kunnen proberen die kringlopen van de natuur na te doen door te scheiden en te recyclen. En op die manier zo weinig mogelijk restafval te maken met z'n allen. Dit is nou een project bestaande uit 3 dagdelen. Dit is de laatste dagdeel. Komt er een vervolg op? Ja, het vervolg is dus Arthur Globetrotser voor groep 7 en 8. Dus niet meer in de groepen 5 en 6. Oké, en dat wordt dan toch een beetje een andere insteek dan? Bij Arthur Globetrotser gaan ze meer in op de wereldse problematiek. De 6 grote milieuproblemen in de wereld. De plastic soep, het CO2-probleem en dat soort. Dus wereldser. En bij Zonnevos en Schetenbreed proberen we dichter bij de kinderen te houden aan het plaatselijke idee, dicht bij hunzelf. Oké. En hoe heb je project nog toe aangepakt? Nou, de eerste les bestaat uit het begin van het verhaal. We gaan uit van een verhaal over Zonnevos en Schetenbreed. En daarbij komt Molletje vast te zitten in een blikje in een vuilniszak. En dan ontstaat er dus het probleem van, ja goed, de vuilnis, het zwerfafval, geeft problemen voor de dieren. En ja, hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe kunnen we dat oplossen? En die dieren die gaan dan allerlei oplossingen zoeken. De opruimers van de natuur vragen ze te helpen. Maar goed, die kunnen natuurlijk niks met dat plastic. Wat is het in eerste instantie? Is natuurlijk in eerste instantie de vraag. En langzaam komen we dan erachter wat het is. En ja, dat wij mensen dat ook moeten opruimen. Dat de dieren dat niet voor ons kunnen opruimen. En iedere les staat er dan een thema centraal. Het eerste les is het dan zwerfafval. Gaan we buiten op het plein op zoek naar zwerfafval? Wat ligt er allemaal? Van wie zou het kunnen zijn? Wat moeten we er eigenlijk mee? We moeten het natuurlijk opruimen. In de tweede les staat de kringlopen van de natuur vooral centraal. Hoe doet de natuur het zelf nou? En in deze derde les gaan we kijken van, nou goed, hoe moeten wij als mensen dan scheiden? Wat gebeurt er met dat afval als je het gescheiden hebt? En ja, we proberen aan het einde in een opdracht te kijken, nou, wat kunnen we nou zelf nog met afval doen? En hoe kunnen we zelf zorgen voor een stukje recycling op een leuke manier, op een knutselmanier? Goed. Nou, mag ik je danken voor het interview en succes met de verdere afwikkeling van de dag. Oké, hartstikke bedankt. Ja, wat gezellig! Ja.
Zonnevos die keek een beetje om zich heen. Die vond het allemaal maar grappig en raar. Ondertussen, kom je even naast mij staan. Ondertussen had Eekhoorn ook door dat er wat gebeurde bij het bankje. En hij keek vanaf zijn boom naar beneden en hij zag een mens en een hond. En hij dacht, oh, dat zijn Zonnevos en Schetenbreed. En dat zijn vrienden van Kraai. Wat is je echte naam? Jade. Cheren. En in het spel Trash Watchers, wat zit je dan? Slodderfos. En? Schetenbreed. En wat deed Slodderfos allemaal? Hij veel hangen en een beetje chillen en veel muziek luisteren. En volgens mij heel veel rommel maken, of niet? Ja. Ja. En Schetenbreed is het hondje van Slodderfos? Ja. En wat deed Schetenbreed allemaal? Plassen en poepen denk ik overal, hè? Ja. Ik denk dat je de hondenpoep ook moet opruimen, hè? Want ik zag in jullie boekje, hoe lang duurt dat? Hoe lang blijft hondenpoep liggen? Een week. Weet jij het? Een maand of zoiets. Zullen we eens kijken in het boekje? Ja. En wat hebben jullie nog meer geleerd in dit project? Heel veel over afval. En ook waar je elk afval moet doen. En ik heb gehoord dat een paar weken geleden is ook de wethouder hier geweest, hè? Ja. Met de directeur van het RWM. Weet jij ook waar RWM voor staat? Weet jij het, Schetenbreed? Nee. Nee? Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek. En Westelijke Mijnstreek, dat is waar wij nou wonen, hè? Ja. En wat gaan jullie nou nog meer doen met het project? We gaan van Impak nog een portemonneetje maken. Zo, wij gaan kijken. Dankjewel.